Ja, nog 1 week wordt er vergaderd in de Tweede Kamer en dan hebben alle lijsttrekkers de handen vrij om fulltime campagne te voeren in het land. Maar die campagne is allang begonnen op televisie en vooral internet is populair bij de partijen. Elke partij doet het natuurlijk op zijn eigen manier. Maar overal lijkt meer dan ooit te voeren de campagne om de persoon van de lijsttrekker te draaien. En die spreekt de kiezer het liefst rechtstreeks toe. Bezoekers, goedemorgen. Wakker worden met Mark Rutte. Niet 1 keer, maar iedere ochtend opnieuw. Het CDA heeft zelfs een eigen verslaggever om lijsttrekker Balkenende overal te volgen. En de PvdA heeft een podcast waarbij partijcorifeeën elkaar interviewen. Ahmed Abu Talib, jij bent volgens mij, wat ben je nou, de respectvolste politicus van het land geworden? Is dat de prijs precies? Op internet is de politicus zelf de baas over de boodschap. Vorige campagnes was toch nog het gebruik van internet beperkt tot een jongere groep. En nu is het zo breed verspreid in Nederland en zie je dat bij sommige groepen het echt informatiebron nummer 1 geworden is. Van het CDA mag de kiezer weer trots zijn op zijn land. Op de site kan je daarom oud-Hollandse liedjes downloaden en een tegeltje beschrijven. Dit is het nieuwe campagnelied van de Partij van de Arbeid, gemaakt door Henny Vriend en Junkie XL. Neem mijn hand. De PvdA streeft een hip en modern imago na en heeft goed naar Amerikaanse campagnetechnieken gekeken. In tegenstelling tot vorige campagnes zijn we nu minder afhankelijk van betaalde media, van spotjes en dergelijke. En steken we juist veel meer energie in vrijwilligers die de deuren langs gaan. Omdat we gemerkt hebben, ook in de gemeenteraadsverkiezing, dat het directe contact met kiezers de allerbeste manier is om je standpunt over te brengen. De partij hoopt de komende weken 2,5 miljoen kiezers rechtstreeks aan te kunnen spreken. Wel aan je moeder geven, we gaan het controleren. Ook D66 is al volop op straat. De partij mikt op de jonge, hoogopgeleide vrouw en foldert daarom opvallend vaak bij schouwburgen en theaters. Terwijl de SP nog steeds vertrouwt op de tomaat. Vroeger in de tijd van Lubbers kon hij het Journaal en Den Haag vandaag te woord zijn en had hij Nederland toegesproken. Nu kun je op 6 verschillende zenders zijn en toch nog iemand tegenkomen de dag daarna van, jullie zijn ook niet op tv. En daarom zal premier Balkenende onder meer nog opduiken als deskundige in RTL Boulevard. Zoals alle lijsttrekkers straks niet meer van uw scherm te branden zijn. Dat verslag daarvan vinden jullie wel weer op de site of in de podcast of de volgende podcast. En in ieder geval hoop ik u hier morgenochtend terug te zien. En ik wens u een prachtige dag toe. De koninklijke stallen geven dit weekend een